woensdag 23 januari. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Kim de Gelder binnenviel in de crash Fabeltjesland in Dendermonde. Hij bracht daar toen 2 baby's en een 54-jarige vrouw om het leven. Een verschrikkelijke gebeurtenis die we nooit zullen vergeten. Zeker voor iedereen die zelf kindjes heeft of een kindje in de crash. Goedemiddag, welkom. Zowat overal, niet alleen bij ons, maar ook in het buitenland, wordt verbijsterd en geschokt gereageerd op de dramatische gebeurtenissen van morgen in Dendermonde. De balans is vreselijk. 2 babytjes en 1 verzorgster hebben het niet overleefd. En nog 10 baby's en peuters en 5 verzorgers liggen in het ziekenhuis. De dader is daarna opgepakt. Wat de ouders nu meemaken, dat is verschrikkelijk. En onze gedachten zijn nu bij hen. When the rain is blowing in your face. And the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat ik bijzonder zwaar geschokt ben als minister, maar ook als moeder. Dit treft een ieder, een kinderleven en ook een leven van volwassenen wat weggenomen wordt. En ik zou mijn medeleven willen betuigen aan alle nabestaanden, maar ook aan al diegenen die werken in het kinderdagverblijf. Ik denk dat ieder hier uit de omstreken door mij meeleeft. Ik denk dat we gaan er niet aan doen. Er zijn geen woorden voor de gruwel in een kinderdagverblijf in Dendermonde. To make you feel